Lekker crappy dan. Nou, ik moet nog beginnen. Oh, je hebt nog geen opgenomen. Het is eigenlijk een toetje, wacht. We gaan vandaag naar Crepia. Het is een soort van dayclub, beachclub, maar dan niet aan het strand. Het ziet er een beetje uit als een strandclub, weet je wel, maar dan in het zit een beetje in de rijstvelden en de jungle. Dus daar gaan we straks lekker chillen. Ik hoop dat het zonnig wordt vandaag. Het is hier gewoon niet bewolkt, dus we'll see. And after we dry, we clean by hot water until they become like that. Mm-hmm. And then we peel it the skin to getting the bean inside. So we'll clean this. We get the bean. They has the soft skin, so we clean one more time. But you can eat it like this or? No, because they put hard when we eat. Hard. Okay. Yeah, we can eat after we roasting. Yeah, they little bit easy to eat it. Yeah. Mm-hmm. And this one ready to roasting over there. Okay. This one the same like that. And this is in the end. Yeah, that's ready to go to the roasting process. Nou, dit gaat dus weer over die Luwak's koffie. Hier hebben ze ze ook. Alleen hier staat dus bij don't touch aggressive animals. En daar sprongen. Vorige keer toen we bij die beesten waren, sprongen ze gewoon op je rug. Wil je nog een bakkie? Poep? Lekker. Ja, kom, we gaan even naar het roastingproces. Dit is het roastingproces. Oh ja. Je ruikt het ook. Het ruikt een beetje verbrand. Maar dit is een kwartier ervan. So how long does it take? So the roasting 45 minutes. 45 minutes? Yeah, until the same color, the brown color. Okay, and after the roasting you can use it for your to make coffee? Yeah. Really? After that we grind in here until the Het is dus groter dan ik dacht hier. Ik dacht dat het alleen maar zo'n luxe zwembad was, zeg maar. Zwembadclub, weet ik veel, hoe noem je het ook. Maar je hebt dus ook een hele grote schommel, een zipline. En wat was er nog meer dan? Een soort fiets in de lucht. Fietsen in de lucht? Ik heb geen idee. We gaan even op ontdekkingstocht hier zo. Oh, kijk. Die zipline vind ik wel leuk. Thank you.
vandaag zijn we bij de Titi Batu Ubud Club. Dat een heel lekker zwembad heeft. Maar naast het zwembad kan je hier ook sporten. Ze hebben een fitness waar ik helaas niet mocht filmen. Een wellness met een sauna en een stoombad. Een basketbalveld, een skatepark, je kan tafeltennis spelen, je hebt een speelpark voor kinderen en je kan hier ook squashen. Het is genoeg te doen hier zo. Het is een leuk idee om vandaag naar het Monkey Forest te gaan. Er staat alleen wel echt een lange rij voor de tickets. Daphne is in de andere rij gaan staan. Gisteren zijn we bij het Monkey Forest geweest en vandaag ben ik weer bij een shoot voor een sieradenmerk. En ik ben de driver. We moeten echt om 5:15 wegrijden, dat het in Canggu is en we zitten natuurlijk nu in Ubud.
maar het is wel leuk hier. Nou, een hele goede morgen. Wij gaan vandaag naar het Ubud Water Palace. En het moet heel mooi zijn met allemaal mooie lotusbloemen. En er zwemmen karpers in de water, in het water. Dus ja. En volgens Jamie zie ik er gay uit. Dus nou, op zoek naar wat meiden. Nee, een grapje. We houden jullie op de hoogte hoe het Water Palace is. Doei! Als je naar Bali gaat, bereid je alvast voor op de files, want hier sta je zo vaak vast. Oh my god. The good seating. Okay, I yeah. think it's price 100,000. 100,000? Yes, yeah. Okay. 7:10 no good. All go inside. Many tourists. 7 o'clock. The good seating. Yeah. The price 100,000. 1 hour per dancing. 1 hour per dancing. All. The Barong 20 minutes. In the Legong 40 minutes. In here. Legong and Barong 10. The good tonight. Tomorrow. Okay. No, I take Barong. This. Yeah, with me. Yeah. The ticket. Yes. Yeah, the ticket tonight inside in the front. Ticket. Yeah, this is the ticket. Oh, okay. Yeah, ticket for two. This is the ticket 100%. Wat zei je? Dat er geen bloemen zijn. Er horen heel veel mooie bloemen te zijn, maar ze zijn allemaal dood. Maar gelukkig heb ik bloemen aan. Is dit het? Ja. Ja, dat. Oh, you got it, though. Ooh. Fantastic.